Van harte welkom en leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video praat ik met Bram Segijn, die organisaties begeleidt in hun reis naar inclusie en meer diversiteit. Bram, van harte welkom. Wat is het verschil tussen inclusie en diversiteit? Ja, het verschil, het zijn begrippen die bij menigeen toch onbekend zijn. En het verschil is bij diversiteit gaat het eigenlijk over de meer uitspraak, laat ik maar zeggen. We willen meer van bepaalde groepen in de organisatie hebben. Ja. Dus daar zitten vaak werving- en selectieprogramma's achter om bijvoorbeeld meer jongeren te krijgen omdat de organisatie vergrijst. Dus diversiteit gaat over, we willen meer van die op die groep hebben. Mm-hmm. Inclusie gaat eigenlijk over, zijn wij wel in staat om die groepen die vaak minderheden zijn, om die goed te ontvangen. Om die het gevoel te geven dat ze welkom zijn in de organisatie. Wat zijn de problemen waar organisaties tegenaan lopen om met deze thematiek aan de slag te gaan? Je hebt sowieso natuurlijk de aandacht vanuit een maatschappelijk debat. Hè? Je wil als organisatie je ook verbinden aan een maatschappelijke betrokkenheid van, hey, wij willen eigenlijk ook een bijdrage leveren aan dat iedereen een kans krijgt. Dus er zit een maatschappelijke drive. Meer commercieel kan het ook zijn, en dat leeft ook echt. Ik kom als bedrijf bij klanten, maar die klant die gaat aan mij vragen, hoezo zie ik alleen maar witte mannen eigenlijk? Zijn jullie daar niet mee bezig? Wat is daar aan de hand? Dus je wordt ook als bedrijf steeds meer beoordeeld op, ben jij wel representatief? Zie ik in jouw vertegenwoordiging wel Nederland terug? Dus dat leeft wel steeds meer ook bij bedrijven. Nog een stapje verder qua drive is, als wij dat onvoldoende op hebben aangesloten, kennen wij onze klant dan wel goed genoeg? Zit er in onze eigen productie en onze eigen ideeënvorming wel voldoende invalshoeken van klanten die wij wel willen bedienen, maar die raken we niet als we zelf niet de samenstelling in ons bedrijf hebben die dat inbrengt. Hoe is gesteld eigenlijk in brede zin? Als we kijken naar Organisatie Nederland, als het gaat om diversiteit en inclusie, wat voor rapportcijfer geef jij BV Nederland? Ik denk een 4,5, 5. Ja, dat is een onvoldoende. Kijk, op het thema vrouwen zijn we inmiddels zo ver dat er zelfs wetswijziging is gekomen om bedrijven te verplichten om een quotum. Dat zijn allemaal niet de bewegingen die je eigenlijk wilt. Dus het feit dat zoiets nodig is, betekent al dat we nog niet echt zelf in staat zijn om dat goed voor elkaar te krijgen. Is dat een goede maatregel dan, een quotum voor vrouwen of voor noem maar andere doelgroepen dan op? Ik ben er zelf niet een voorstander van. Mm-hmm. Ik vind een quotum, precies wat ik net zei over, het gaat uiteindelijk niet over diversiteit, maar het gaat over inclusie. Ja. Dus ben jij wel in staat om dan voldoende te ontvangen? Dus daar moet je eigenlijk aan werken. Anders heb je even het getalletje gehaald en daarna is het weer over. En inclusie heeft iets intrinsieks, zeg ik dat goed? En we hebben echt ook een opgave te doen. En die ligt bij veel organisaties. Ligt die met name bij de Nederlanders met een culturele diversiteit, noemen we dat. Alle andere woorden liggen beladen, zijn lastig. Deze klinkt heel mooi. Maar deze, is wat het is. Dat is wat het is. Iemand brengt veel diversiteit. En dat kan ook gewoon er zijn als je gewoon in Nederland geboren bent en jouw ouders misschien ook al geboren zijn in Nederland, maar daarvoor wellicht vanuit een andere cultuur komen. Mm. En dan breng jij culturele diversiteit. En op dat vlak hebben we echt nog heel veel te doen. Mm. Dan zie je percentages van aanwezigheid in de personele samenstelling van tussen schaal 1 en schaal 9 van 4%. Of nee, die ligt dan wat hoger op 11%. Maar kom je boven een schaal 11 niveau, dan zak je naar 2%. Zit je op managementniveau, zit je op bijna niks. Ja. En dan zeggen critici, die zeggen, Bram, allemaal leuk, maar dat boeit mij niet. Ik wil gewoon mensen die geschikt zijn voor de baan. En ik vind dit niet relevant. En als dan toevallig 5 mannen in mijn MT zitten, dat waren de beste. Ja, dat waren de beste. Kijk,
je kunt daar en moet daar denk ik anders naar gaan kijken. Zelfs binnen Defensie hoor ik geluiden. We willen niet de beste. We willen degene die geschikt is voor de functie. Dat hoeft dus niet de beste te zijn. Nee. Maar als je dus kijkt, deze is geschikt. En die brengt ons diversiteit. Die brengt ons een andere invalshoek. Dan worden wij daar beter van. Mm-hmm. Want ja, alle neuzen dezelfde kant op is eigenlijk tunnelvisie. Hè, dus ja, dat, ja. Dat is... en daar breek je wel iets door. Hè? Want ja, het wordt gewoon snel gezegd. We willen de beste. Tuurlijk, ja, daar kan bijna niemand tegen zijn. Maar je kunt ook anders naar kijken. En dan in die zin ben ik dus wel ook lerend in... En dat is belangrijk in dit dossier van en dit onderwerp. Van je moet een goede dialoog hebben. Je moet elkaar proberen te begrijpen. Mm-hmm. Ja, dus en standpunten, we willen de beste. Of we willen ja, die het meest geschikt is. Ja, daar moet je eigenlijk op doorvragen. Van wat zijn dan de KPI's waarop jij dat definieert? Ja, wat vind je nou echt belangrijk? Ja. Ja, dus, en het is toch een beetje een excuus voor het comfort. Iemand lijkt op ons, dat is fijn. En copy-paste en weer door. Copy-paste en weer door. Ja. Als jij als programmamanager, of ik weet niet hoe jij jezelf dan noemt, zeg maar in dat soort trajecten, hoe noem jij jezelf? Reisleider. Reisleider. Nou, dankjewel voor het bruggetje. Hoe ziet zo'n reis er dan uit? Beschrijf die eens. Ja, die reis, ik zie hem in vijf stadia, zeg maar. Hè. Dus je hebt eigenlijk eerst de voorpret. Mm-hmm. Hè. Dus net zoals je eigenlijk een gewone reis zou behandelen. Je hebt een voorpret, je hebt een verkenning. Je gaat bepalen waar je echt naartoe wil en je wil eigenlijk dromen over hoe dat daar eruit ziet. Dus de fase 3 is eigenlijk, oké, wat is het land in zicht? Waar gaan we nou precies naartoe? Mm-hmm. En in de vierde fase, dan ga je dat realiseren. Ja. Dan betekent dat je de acties gaat doen om daar te komen. Ik noem dat how to get there. Dus het is een beetje ook de Lonely Planet-achtige fases. Ja. Dus en op het moment dat je dan daar bent, dan is het the place to be at work wat mij betreft. Mm-hmm. He, dus het is een voorverkenning, het is een oriëntatie vooraf. Waar sta je nou eigenlijk? En dan ga je toch ook een paar dingen in kaart brengen. Mm-hmm. En geleidelijk aan ga je steeds scherper beeld krijgen van waar je naartoe wilt en hoe je daar moet komen. De essentie van een reis is dat je op een gegeven moment op een bestemming aankomt. Maar dit klinkt ook als iets wat... Laat ik zo zeggen, is er een eindbestemming? Of is het een reis die eigenlijk gewoon continu doorgaat? Ja, mooie vraag. Ja, wat mij betreft dat laatste. Mm. Ja, het gaat eigenlijk altijd door. Want ik vind dat inclusie eigenlijk met zich meebrengt dat er is altijd beweging in de organisatie. Er is altijd beweging van mensen die komen. Mm. En ontwikkelingen waar je als bedrijf op voor gesteld wil zijn. Ja, dus je moet je altijd opnieuw toetsen. Zijn wij nog wel fit for purpose, zeg maar? En doen we het nog wel op de goede manier? En dat betekent dat je op het moment dat je eenmaal hebt gezegd, nou, dit is zoals wij het dus doen. Ja, daarmee is het meteen alweer ter discussie. Want als er iets nieuws komt, eigenlijk wil ik dus dat je altijd blijft toetsen. Doen we nog zodanig dat het voor iedereen oké is? En wat is er dan nu anders? Ja. En dan pas je weer aan. En dan gaat die bestemming dus weer ietsje verder. Ja. En dus je zou kunnen zeggen, de vaardigheden ontwikkelen om dit soort processen te kunnen doen, die moet je scherp houden. En op het moment dat je dat bijvoorbeeld in je leiderschapsprogramma hebt staan, en dat het dus een intrinsiek onderdeel is van wat jij van leiders vraagt, mm-hmm, dan ben je natuurlijk al wel op een hoger level, mm-hmm, structureel. Mm-hmm. He, dus zit het ook in het trainingsprogramma? Welke taal gebruiken? Wat is inclusieve taal? Mm-hmm. He, dus op het moment dat dat allemaal in het vaste programma komt, ja, dan kom je wel structureel op een hoger level. Dan zou je kunnen zeggen, we zijn er, want iedereen komt een keer door die wasstraat. Ja. Dus je hebt wel meer borging dat je er dan blijft. Hoe lang ben je nu met zo'n organisatie als Rijkswaterstaat bezig met deze reis? Nou ja, mijn eigen start is 3 jaar geleden geweest. En Rijkswaterstaat is wel sinds 2016 zo'n beetje er al mee bezig. Okay. Dus die zijn al iets langer bezig. Wat zijn de resultaten? De resultaten zijn, als ik gewoon even grof, is in ieder geval op diversiteit zijn enorme stappen gezet wat betreft de verjonging van de organisatie. We hebben een vrouwelijke DG. Er is een, denk ik, ongeveer 50-50 verdeling in managementposities van vrouwen en mannen. In mijn eigen dienst is dat zelfs meer vrouwen dan mannen. Er is ook een enorme stap gezet in het opnemen van mensen met een beperking.
Ja. Zelfs ook is de doelstelling dus dat mensen met een beperking niet via een wettelijke regeling zeg maar een plek krijgen, maar ook echt in de organisatie op een gelijkwaardige, volwaardige functie komen. Ja. Begint ook te groeien. We maken ook verbindingen met marktpartijen die opdrachten van Rijkswaterstaat krijgen. Dan zeggen we, oké, jij mag een opdracht doen, maar er komt wel iets terug. Een van de eisen aan de inkoop is, jij doet ook mee aan mensen een kans geven. Dus dat is allemaal wel echt in groei. Ja, en ja, ook het besef en bewustwording van inclusie groeit. En er zijn mensen getraind om in de organisatie teams te ondersteunen op het gebied van versterken van inclusie, bewustwording daarvan te laten groeien. En wat brengt het een organisatie dan uiteindelijk? Want ja, misschien is dat een hele ouderwetse vraag dit, hè? Maar er wordt natuurlijk nog heel veel gestuurd op. Nou, is dat bij Rijkswaterstaat misschien iets anders, natuurlijk een overheidsorganisatie. Ik spreek heel veel ondernemers, hè, waarbij natuurlijk omzet en winst en dat soort KPI's gelden. Kun je op die manier ook, zeg maar, of je nou commercieel kijkt of op een andere manier kijken naar wat nou uiteindelijk de output is van zo'n geslaagde reis? Nou, kijk, wat ik in ieder geval zie gebeuren is dat op de werkvloer het effect op medewerkers heel erg groot is. Medewerkerstevredenheid groeit. Mensen voelen zich geïnspireerd doordat er mensen vanuit een andere kant zeg maar in het bedrijf zitten. Als er mensen zijn waarvan je ziet die komt in een rolstoel of die heeft een lichamelijke beperking, dat is inspirerend. Misschien wel een leuk voorbeeld hiervan. Ik liep laatst naar het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Westraven en onderweg daar naartoe lopend kom ik iemand tegen met een visuele handicap. Het is zo sterk. Ik liep met een stok, zo'n bekende stok. Mm-hmm. Dus ik schiet hem aan, omdat ik op dezelfde richting was. En ik zeg, waar ga je naartoe? Hij zei, nou, ik ga naar Rijkswaterstaat. Ik zeg, oh, nou, ik ga ook naar Rijkswaterstaat. Ik zeg, wil je een schouder of loop je zelfstandig? Nou, was niet nodig. Hij liep zelfstandig. Ik zeg, joh, wat doe jij bij Rijkswaterstaat? Hij zei, ik ben actief bij werving en selectie. Ik zeg, jij bent actief bij werving en selectie. Ik zeg, hoe dan? Ja, jij ziet niemand. Ik zeg, hoe doe je dat? Ja. Hij zei, nou ja, ik heb de juiste tooling. Ik ben degene die alle social media langs surft. Ik kijk naar de vacatures, ik lees in welke mensen wij zoeken, welke competenties vinden wij belangrijk. Ik kan dan op LinkedIn en andere social media surfen op welke mensen bieden zich aan met dezelfde competenties. Die benader ik, die nodig ik uit, ik verbind ze met recruiters. En zo maak ik matchmaking voor mensen die bij Rijkswaterstaat kunnen passen. Ik zeg, nou, geweldig. Het feit dat ik dit zeg geeft mij al kipvel weer opnieuw. Dus de beleving van mensen met een beperking, dat die actief zijn op het werk, geeft je al een enorme boost op de tevredenheid van mensen, de inspiratie die mensen op hun eigen werk hebben. Dus als het over output gaat, wat levert het mensen op? Wat je ook dus ziet, is de verbinding tussen mensen die er eigenlijk al zitten. Hè? Wat vandaag ook gebeurd is, er staan mensen op die er al jaren zitten. Ik ken ze en jij kent ze, of de collega's kennen die ook. Maar in één keer staat die op en die zegt, maar dit is wel hoe ik het ervaar. Dus de verbinding tussen mensen groeit ook. Omdat er ruimte is om te praten en omdat het transparanter wordt, communicatie? Ja, dus het feit dat je daar aandacht voor hebt, betekent ook dat mensen opstaan. Heel voorzichtig, maar ze staan wel op en ze worden zichtbaar. En dat daarmee groeit ook de verbinding tussen medewerkers. Dus ik denk, ja, als je als organisatie echt wil groeien en krachtiger wil worden, waar begint dat dan? Dat begint toch echt wel bij de betrokkenheid van mensen op hun organisatie. Vinden ze het fijn om daar te werken? Zijn ze daar gemotiveerd? Als ze daar gemotiveerd zijn, is er een lagere uitval van ziekteverzuim bijvoorbeeld. Nou, dan kom je al een beetje op output. Hoe zie je dat nou? Ja. De in- en doorstroom, de uitval van mensen. Vrouwen met overgangsproblematiek is een taboe. Een groot percentage heeft daar last van met ziekteverzuim, maar durft zich niet te melden. Nou, dus op het moment dat je daar aandacht voor hebt en je biedt programma's om zeg maar hen daarin te faciliteren, gaat het taboe weg, blijven ze langer gewoon echt productief met plezier. Dus aan die kant kun je denk ik heel goed dingen meten. Ik denk dat het ook in commerciële bedrijven ook heel goed is op het moment dat je laat zien
Nou ja, nogmaals, wat ik net al zei, van hey, wij vinden dat belangrijk. We kunnen ons daarmee etaleren ook. Ja. Je krijgt ook misschien wel meer makkelijker mensen geworven zeker die bij markten. Jou willen werken. Ja, zeker in markten die gespannen zit, die zeg maar waar weinig goede mensen te vinden zijn. Ja. En uiteindelijk gaat het dus ook over de creativiteit. Hè? Maar die is wat lastiger te meten. Hè? Van oké, als we dus meer invalshoeken hebben en wij zijn in staat om in onze manier van overleggen aandacht te hebben voor echt de visie van de minderheid. In plaats van oké, jongens, meerderheid, wij vinden dit. Weet je wel, jullie, ja, jammer, weet je wel, jullie vonden iets anders. Nee, het ophalen van de wijsheid van de minderheid. De deep democracy benadering is dat. Dat actief ophalen maakt dat je dus met creatievere en betere voorstellen gaat komen. Dus ook misschien wel met creatievere producten die beter aansluiten bij markten waar je wil penetreren. Ja, je zegt even snel deep democracy. Vertel daar eens wat over. Deep democracy is, Jitske Kramer is het gezicht in Nederland van deep democracy. En waar het over gaat is de wijsheid van de minderheid zeg maar activeren en in de groep brengen. Dus deep democracy gaat eigenlijk over, oké, wij zijn een groep en in onze groep zit veel meningen, standpunten, visies, ervaringen, kennis. En op het moment dat we ergens een keuze moeten maken als groep, proberen we eigenlijk dat als groep boven water te halen. Wat boeit jou zeg maar nu persoonlijk zo aan dit thema? Ja, kijk, weet je, het is een onderwerp dat raakt me gewoon elke keer weer als mensen erover praten. Het raakt doordat je ziet wat eigenlijk, je gaat ineens zien wat in mensen zit en wat er daarvoor niet zichtbaar was. En waardoor je ziet van, hey, iemand kon eigenlijk niet dat doen wat nu wel kan. Mm. Mensen kansen geven en hun talenten laten zien. En dat komt in één keer eruit. Het komt er bijna letterlijk uit. Mm. En die change en die ervaring, wat het ook voor iemand is en wat het voor iemand brengt, dat vind ik zo mooi. Dat dat is ontzettend gaaf om dat te kunnen zien gebeuren. En dat vind ik ontroerend. Ja. Dus dat is prachtig. Mag ik jou danken, Bram, voor dit gesprek? Dit was een video waarin ik in gesprek ging met Bram Segijn. Dankjewel voor het kijken. Dag!